come on and go, with magical rides on the flow, flows with magic for everyone, it's here that starts the fun. Come on and go, with magical rides on the flow, flows with magic for everyone, a new video every week. Hey, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magical Rides. Ja, jullie hebben het al gezien in de titel. Deze video gaat weer over Samsung spulletjes. En we beginnen deze video met echt wel mijn allergrootste Samsung item ever. Tot nu toe. Misschien krijg ik ooit nog iets groter, maar dit is echt wel het grootste. Dit doek hier achter mij heeft opgehangen in Plopsa Station, of aan Plopsa Station, terwijl er werken waren aan het dak, geloof ik. Ja, aan het dak. We waren erop uitgekomen en toen hebben we contact opgenomen met het bedrijf dat het dakwerken deed en dit dus had opgehangen. En we hadden dus gevraagd van mogen dat hebben en ze hebben gezegd ja, is oké, je mag dat hebben. En ziezo, voilà, hier achter mij, ja, ik vind het geweldig, ik ben er echt heel, heel, heel erg blij mee. Dit is ongelooflijk dat ik zoiets mag hebben. Ja, jullie zien het nu ook volledig. Ja, het is fantastisch, hè. Het is echt fantastisch, hè. Nu, alleen een beetje over dit doek praten, het zal wel weinig zijn. Dus, wat dachten we, we gaan ook even een update doen van alle nieuwe Samsung spullen die we gekregen hebben. Het is een beetje uit het hoofd gedaan vandaag. Wat er nieuw is sinds de vorige video. Dus misschien hebben we niet alles laten zien, het kan, maar we beloven jullie dat er ooit nog wel eens een volledige update komt van alles. Zo, gloednieuw zijn deze zwemticket en abonnement van Plopsa met Samsung op. En wat ook helemaal nieuw is, is deze verjaardagsbutton met Samsung op. Ja, deze vind ik super leuk, vooral omdat ik dit jaar mijn verjaardag vier samen met Samsung in Plopsa. Ook super leuk is deze foto met het busje, ben ik heel trots op. En wat ik ook helemaal nieuw heb, en ook van Plopsa, is deze poster van de gloednieuwe kerstshow. Ik kijk er naar uit om ja, deze op mijn verjaardag te zien. En dan ook nieuw is deze retro poster met al onze vrienden. Dan de poster van Samson en Gert CD 9. Jammer genoeg kon ik hem niet goed laten zien. En dan heb je dit voetbalshirtje van Samson, die is ook gloednieuw. En deze Samsung Gert bus die ik kreeg van een vriendin. Dan heb je deze Samsung, deze slaap Samsung. Die is echt reuze, maar echt leuk. Deze blokken heb je misschien al gezien. Maar het gaat vooral om wat erop staat. En dat is deze brandweerman Bilhelm met handtekening op. Ook helemaal nieuw uit Plopsa is deze vlag van Samsung. Die is echt, echt, echt heel groot. Maar ik vind hem ook super mooi, super cool, leuke tekening. Het dagkindsboekje is ook nieuw. Dan deze sticker van Samsung die ik al super lang zoek. En dan, ik kreeg ook een foto bij Bill tijdens de handtekening. Ben ik echt super trots op. Ook nieuwe pantoffels uit Plopsa die ik gekocht heb in de Bristol. Die toen uitverkoop deed. Deze tas heb je misschien al gezien, maar het gaat vooral om de laarzen die ook uit Brussel komen. En ook deze sokken uit de Brussel zijn gloednieuw. Keileuk. Dan heb je dit zwembadje van Samsung. Het verkeersspel van Samsung is nieuw. En deze klei van Samsung is nieuw. Ja, jullie hebben het gezien. Er zijn weer heel wat nieuwe leuke spulletjes bijgekomen. Ik ben er heel, 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 heel blij mee. Nu hetgeen waar ik het allerblijst mee ben, zijn toch wel mijn nieuwe foto's. Mijn foto met Brand van Bill. Tada. Ja, jullie hebben hem net al vlug in de video gezien. En het busje. Het busje. Tada. Die hebben jullie ook gezien hoe ik die gemaakt heb. Ja, daar ben ik wel echt heel blij mee. En over foto's gesproken. Ja, ik moet jullie toch nog even iets vertellen. Gisteren waren wij aan het wandelen.
Ik woon in het mooie Limburg. En daar heb je ook het mooie Bokrijk. In Bokrijk zijn 2 videoclips opgenomen van Samson en Gert. Feest in de straat en wie gaat er mee? Nu, deze zijn opgenomen in een stuk van Bokrijk dat eigenlijk niet toegankelijk is. Vroeger was dat toegankelijk. Tegenwoordig is dat niet meer toegankelijk. Dus dat vind ik heel jammer. En daar mopperde ik ook om toen ik in Bokrijk ging wandelen van Vertorie, hier is een Samson opnameplek vlak bij mij en ik kan niet gaan kijken. Had ik even geluk. In één keer zag ik pop-up bar staan. En met een foto van ja, die plek natuurlijk, waar dat de opnames waren voor Samson. Ik zeg, wacht eens even, hier is een pop-up bar op de plek waar dat de opnames waren. Ja, dan kunnen we daar binnen, hè. Ik bedoel, ik had echt het idee, we kunnen binnen gaan. En dat klopte ook. Opeens stond ik dus gewoon in de decors van dat Samson Club, van die 2 Samson Clubs. Ik vond dat fantastisch. Ik laat jullie de foto's even hier zien. Ja, fantastisch leuk om dit in het echt te mogen zien. Ik ben er echt blij mee. Goed, dat was het wat ik wou vertellen. Weer een leuke Samson update. Hopelijk vonden jullie het leuk. Als het zo steekt, dan zeker jullie duimpje omhoog. Vergeet ook zeker te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Daag. En dan wil ik nog even reclame maken voor deze retro koekendoos van Samson en zijn vrienden. Die je kan kopen voor het goede doel. Wij kochten hem voor PKKS. Maar hij is te koop voor heel veel goede doelen. Hij kost slechts €20. Is fantastisch voor in iedere Samson collectie. En je steunt natuurlijk het goede doel mee. En hieronder in de beschrijving zetten we natuurlijk een linkje naar de verkooppagina.